Even met Michel de Vries over de eventuele plannen die er zijn. Jullie hebben zich onlangs toch positief uitgelaten om eventueel het sportcomplex Boekweit over te brengen. De Kortermeerstandplas, wat is jullie beweegreden om daar zo positief in te staan? Ja, nou, dat klopt. Er speelt al een tijdje eigenlijk een privatiseringsdiscussie. Dat is een beetje de basis van waarom dit überhaupt nu aan de orde komt. Ja. Ik ben sinds een aantal jaren voorzitter bij de jeugd. En het vanuit die hoedanigheid te maken met hier twee moederverenigingen. We zitten op een sportpark wat hier natuurlijk al sinds jaar en dag zit. Onze voorzieningen zijn niet meer van deze tijd. Dus er wordt al een tijdje gekeken van nou, is er ruimte om gezamenlijk bijvoorbeeld een nieuw gebouw neer te zetten. Ja. Met een gezamenlijke kantine, nieuwe kleedkamers die weer aan de eisen dan van de tijd voldoen. Want hoe oud is het park hier en de faciliteiten? Sorry? Hoe oud is het park zelf en de faciliteiten? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik heb hier zelf al ruim 40 jaar geleden gevoetbald. Oké, dus en het is aan vervanging en vernieuwing toe. Ja, ja. En met die achtergrond zeggen jullie, als we toch moeten vernieuwen en renoveren, nou, dan kunnen we geprivatiseerd worden. Hè? Dus, de kleedkamers zijn nu nog van de gemeente. Okay. En Delersvaart en Balkbrug zijn de enige plaatsen waar de kleedkamers nog zeg maar in eigen beheer zijn. Mm-hmm. Of tenminste onder het beheer van de gemeente. En de bedoeling is dat de voetbalvereniging dat overnemen. Daar is ook een geldpotje voor. Alleen we hebben natuurlijk gezegd van ja, weet je, dat moet je wel combineren. Dan moet je ook kijken naar van hoe gaan we met de kantines om. Want ja, het is ook allemaal oud. En vanuit die hoedanigheid is er ook een discussie ontstaan van ja, maar is dit dan de plek? Mm-hmm. Om naar de toekomst toe, hier het sportpark te houden. Omdat je hier natuurlijk midden in het centrum zit, midden in het dorp. Er is steeds meer behoefte aan woningen. Dus ook vanuit plaatselijk belanghoek bijvoorbeeld is ook de vraag gekomen van jongens, staan jullie niet open voor verplaatsing van het sportpark? En daar zijn plannen voor ontwikkeld. En daar zijn we nu druk mee bezig om te kijken van hey, wat zijn de mogelijkheden, ook financieringstechnisch. Komt daar natuurlijk veel bij kijken. En vanuit die hoek wordt er inderdaad nu ook gekeken naar verplaatsing naar het Kortermeer. Om daar ook bijvoorbeeld een multifunctioneel sportpark te maken, daar waar ook andere sporten kunnen worden toegevoegd. Ja. Hier heb je alleen voetbal en een klein stukje korfbal. Mm-hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk andere sporten, bijvoorbeeld hockey. Padel is een sport in opkomst. Zo zijn er andere dingen om te kijken van, hey, kan er niet gecombineerd worden. Daarnaast zijn er natuurlijk toenemende problemen op de Koter. Met overlast van jeugd. Ook daarin zou je misschien een mooie slag kunnen maken. Dus ook vanuit de gemeente is er heel veel belangstelling. Ja. Van, hey jongens, dit is nog wel misschien een heel positief aanknopingspunt om te kijken van, is het wat om het hele sportpark meteen te verplaatsen? Ja. Maar de achtergrond is eigenlijk die privatisering. Oké, maar er zijn tegenstanders. De buurt zegt, ja, we gaan nu al in actie, zeg maar. Ja. Van overlast, verkeersoverlast, lawaaioverlast ook. Zijn daar natuurgebieden, zegt men, waardoor de een verstoring zou kunnen optreden. Mm-hmm. Dus, maar goed, ik neem aan dat er allerlei procedures ingezet of gestart zullen worden. Ja, voor hier komt natuurlijk heel veel bij kijken. Ja. Kijk, ik ben dan slechts voorzitter hier bij de jeugd. Ja. Dus dat zijn natuurlijk niet de details waar ik mij mee bezig hou. Maar ik snap natuurlijk dat er heel veel belangen zitten. Ja. En ook mensen die daar vlakbij wonen. Mm-hmm. Die denken van ja, wacht, ons woongenot. Ja, ja. Ja, dat krijg je natuurlijk. Okay. Ik snap het. Als ik daar zou wonen, zou ik dat misschien ook denken. Ja, alleen, ik probeer vanuit het algemene belang en vanuit het voetbalbelang te kijken. En dan, ja, wij hebben daar als voetbal zeg maar zeker wel oren naar. Maar er is al een reactie van de gemeente gekomen. Vanuit? Is er al een reactie vanuit de gemeente gekomen? De gemeente gekomen? Staat hier wel heel positief in. Oké. Okay. Ja. Ja, weet je, die zien ook wel kansen. Want je krijgt hier namelijk ook een hele mooie kans om eigenlijk redelijk in het centrum van Delersvaart een mooie inbreidingslocatie te creëren. Ja. Waarbij je ook weer met woningbouw, sociale woningbouw, ja. Weet je, er is ontzettend veel behoefte aan woningen. Mm-hmm. De lijn vanuit het westen trekt steeds verder deze kant op. Ja. Dus er komen steeds meer mensen deze kant op. En we hebben gewoon best een behoorlijk tekort. Okay. Dus de gemeente heeft ook absoluut een groot belang. Het voetbal was eigenlijk oorspronkelijk puur, we willen graag een nieuw gebouw, gezamenlijke kantine,
gezamenlijk mooie nieuwe kleedkamers. Hè, natuurlijk wel wat aanpassingen, hè, maar dat was eigenlijk oorspronkelijk het verhaal. Maar goed, als er een mooie kans is om het allemaal te verplaatsen, en dat heeft ook een maatschappelijk belang, ja, dan staan we daar zeker op voor open. Dus, maar in wat voor fase? Het is nog in de onderzoekende fase? Ja, weet je, het is nu net hè, van, er is een idee. Daar worden natuurlijk lijntjes gelegd, dus de gemeente is erbij betrokken. Natuurlijk komt nu de weerstand op gang, hè, nu het bekend wordt gemaakt. Ja, en nu moet er worden gekeken van ja, wat zijn concreet de mogelijkheden, wat zijn de haken en de ogen waar je tegenaan loopt. Ja, dat is een afwachten. Afwachten. Dat, tenminste voor ons, weet je. Kijk, wat is nu de volgende stap? Nou, er spelen nu een aantal zaken. Hè, dus er zijn gesprekken gaande met de gemeente. Er worden onderzoeken gedaan van hey, wat is de haalbaarheid. Financieringstechnisch moet er worden gekeken van is dat allemaal haalbaar. Nou, daarnaast komt er natuurlijk weerstand hè, vanuit een aantal partijen die daar vlakbij wonen. Daar is ook de vraag van hè, hoe zit dat juridisch in elkaar. Kan dat de boel heel erg vertragen. Dus die onderzoeksfase en opstartfase is nu gaande. Oké, dat wachten we af. In ieder geval bedankt voor de toelichting in dit interview. Graag gedaan. Ik praat even met Jeroen de Jong. Meneer de Jong, u bent een van de initiatiefnemers in verband met een actie tegen het sportpark. Waarom zo radicaal geen sportpark in onze buurt? Ja, waarom zo radicaal? Ja. Bij een gegeven moment kwam mijn zoon thuis van de voetbal. En dat waren de plannen op een gegeven moment al uitgelekt. Ja. En van mijn zoon heb ik dat dan gehoord. Toen ben ik gelijk gaan informeren hier en daar of dat zo was, die plannen. En dan klopte het dus. Dus waarom radicaal? Ik heb hier een huis gekocht in de vrije natuur, buiten Delensvaart. En het sportpark, ja, dat gaat dat bij mij een heel stuk verpesten, in mijn optiek. Oké. Qua licht, geluid. En ook natuurlijk in het weekend veel herrie van de fluiten, van het gegil door supporters. Ja, mijn rust gaat hierdoor weg. Ik heb een huis gekocht buitenaf en dat wil ik ook graag zo houden. Ja, en wat vindt u, is dat een solo-actie of zijn er nog meer mensen die er zo over denken? Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zijn meerdere gezinnen hier in de omtrek. We hebben iedereen benaderd. Iedereen is nagenoeg zeg maar, tot 90% tegen is van de buurt. En om hoeveel mensen gaat dat dan? We hebben een mail uitgestuurd. Ik denk dat er toch al gauw een 30, 40 gezinnen hebben gereageerd. Okay. En ik denk dat er vijf geen mening hebben. Ja. En de rest is allemaal tegen. Ja, ik kan me zo voorstellen, jullie horen wat. Jullie gaan vrij snel tot actie over. Waarom niet eerst even aangeklopt bij degene die het initiatief hebben ingediend? Nou, we lazen een gegeven moment in de krant een stuk. Er kwam in de krant, dat was in de... Niet in de toren, maar in de Stentor waarschijnlijk. In de Stentor stond een stuk in van de plannen van de voetbal. Ja. Nou, dat vond ons rauw op het dak eigenlijk. Ja. Dus dat hebben we eens even doorgelezen. En dachten we van ja, waarom worden wij niet in het plaatje meegenomen? Ja. Stond in tot de bewoners geïnformeerd zouden worden of in het plaatje meegenomen worden. Ja. En dat is, tot op heden is dat niet gebeurd. Nee. We hebben al naar de gemeente in Hardenberg een mail gestuurd. Ook geen antwoord op gekregen. Naar iemand in de gemeente? Iemand in de gemeente. Ja, de naam kan... Een wethouder? De wethouder. En daar is geen reactie op gekomen? Geen hoe lang is dat geleden? Nul reactie. Ja, dus. Ja, wij staan hier met lege handen eigenlijk. En we krijgen wel te horen van een gegeven moment van ja, jullie kunnen pas stappen ondernemen als de procedure helemaal rond is. Ja. En de plannen gaan daadwerkelijk komen. Ja, precies. Ja, dat vind ik een beetje laat. Van... Ja. Nee, maar daar zijn toch termijnen voor, hè? Er zijn termijnen voor, ja. Maar als het in de krant komt te staan, dan kunnen wij eigenlijk pas... Ja, wettelijk gezien actie ondernemen. Ja. Ja, dan heb je vaak maar 6 weken de tijd. Ja, en in die 6 weken moet een hoop gebeuren dan. Dus wij hebben gezegd, laten we het nu maar doen. Hebben jullie een stichting opgericht eventueel? Ja, wij hebben een Facebook-site. Okay. Laten jullie zich informeren of bijstaan door een juridisch medewerker of een advocaat? Nou, we hebben in de groep nu zelf en de bewoners zitten mensen genoeg met die dat verstand hebben. Dus, ja. Maar jullie zijn niet tegen een sportpark op een andere plek, maar wel hier aan de Kotermeerstel. Wij hebben aangegeven dat bij de school aan de Lange Wijk dat daar een heel goede plek zou wezen. Oh, het Mercatorterrein? Nee, aan de andere kant, links van de school. Oké, okay, ja. Dat is
bij de college, hoe heet die? Ja, Vechtan College. Vechtan College aan de linkerkant. Daar. Okay. Dat zou een hele mooie plek zijn. De toegangswegen, hier in de toegangswegen ook heel slecht. Iedereen moet door het dorp naar het sportpark toe. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele rare plek. Oké, okay, maar het belangrijkste is dat jullie eigenlijk niet overlast willen ervaren van het sportpark zelf. Want de locatie Kootermeerplas is op zich wel een mooie locatie. Het zou een mooie locatie kunnen zijn. Ja. Voor een hoop mensen wel, denk ik. Maar als het is heel tegenstrijdig, want er staan borden over natuurgebied, vogels, die broeden en alles. Ja. Die staan, daar heb ik ook foto's van gemaakt. En dan gaat er een sportpark komen en dat kan dan allemaal weg. Ja. 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 Wat is nu de volgende stap? Jullie maken nu, zeg maar, door borden kenbaar aan de omgeving dat jullie geen sportpark willen. Ja, klopt. Er is een Facebookpagina opgericht. Ja. Wat is de volgende stap? Nou, we gaan eventueel. De volgende stap zal er nog niet echt zijn. We wachten nu echt op de gemeente wat die gaan doen en zeggen naar ons toe. Ja. Ja, wat ik zeg, op heden hebben we nog niks gehoord. Nee, precies. En de volgende stap, we wachten nu even rustig af tot het in de krant komt te staan. Oké, nou bedankt voor deze duiding en informatie. Oké. Okay.